Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Gisteren was natuurlijk de wedstrijd Spanje-Nederland op televisie. En die had ik van tevoren al voorspeld in FIFA. En toen dacht ik s'avonds, nou, Wouter, we gaan die wedstrijd eens even kijken. Dus ik naar mijn televisie toe. Ik wil mijn televisie aandoen. Ik doe NOS aan. Moet ik even inloggen. Hij laat even. En wat komt er te staan? Er kan geen code worden opgehouden of zoiets. Of tenminste, hij maakt in ieder geval geen verbinding. Dus mijn NOS maakt geen verbinding. Dus ik dacht, nou, ik doe de televisie even uit. En dan doe ik hem weer aan, maar soms helpt het wel. Want soms doet hij het wel eens niet. Doe ik heel even de televisie aan en uit. Of uit en aan. En dan doet hij het weer. Maar toen deed hij het weer niet. Dus ik dacht, nou, volgende opties proberen. Ik start eerst even een andere app om te kijken of hij het wel doet. Want soms is de verbinding even uitgevallen. Moet ik het even opnieuw instellen. Dus ik dacht van, ik open de YouTube app. Even kijken of hij het wel doet. Nou, de YouTube app, die deed het wel. Dus ik dacht, nou, weer NOS eens even proberen. En toen deed NOS het nog steeds niet. Dus ik had de hele tijd problemen met NOS. Dus ik dacht op een gegeven moment van, ik ga even op Twitter kijken. Want dan typ ik gewoon NOS in. En dan kan ik kijken of andere mensen ook problemen hebben met Twitter. Voor de rest met NOS. Voor de rest gebruik ik Twitter niet zo heel vaak. Maar ik wilde even kijken of andere mensen ook problemen hadden met NOS. Nou, dus ik kijk bij NOS via Twitter. Zegt iedereen van, ik kan NOS niet openen. Ik kan NOS niet openen. Dus blijkbaar had NOS een storing. Net op het moment dat er een voetbalwedstrijd was. Het zat me nog eens te bedenken, hè. Bijna altijd, als er een vrouwenvoetbalwedstrijd op televisie is, is er wel bijna een probleempje met mijn televisie. Of de verbinding is even uitgevallen, of NOS doet het niet. Maar het gebeurt heel vaak tijdens het vrouwenvoetbal. Bij andere programma's heb ik er nog nooit last van gehad. Altijd als het bij mij iets met een storing is, is het altijd tijdens een wedstrijdje van de vrouwenvoetbal. Je zou bijna denken dat het expres is, hè? Misschien is het wel een straf van God. Dat God zegt van, ja Wouter, jij vloekt zo verdomd veel. Ga jij maar even voor straf geen vrouwenvoetbal kijken. We doen NOS eruit. Maar ja, iedereen had problemen met NOS. En ik denk niet dat iedereen vrouwenvoetbal wil kijken. Of iedereen ook wel eens godverdomme zegt. Misschien ook wel, maar je weet het niet. Maar je zou bijna het gevoel krijgen dat dit een straf is. Van Wouter, je vindt het leuk om vrouwenvoetbal te kijken. Maar omdat jij niet op die taalgebruik let, verdien je even straf, mag je even als karma niet kijken. Maar ja, maar gelukkig ben ik toen op een gegeven moment nog naar de computer gelopen. Heb ik gewoon npo.nl opgezocht. En kon ik dan de wedstrijd via mijn computer kijken. Maar ja, dat is toch wat minder, hè? Want je kijkt een voetbalwedstrijd liever op je televisie. Ik zou een voetbalwedstrijd niet zo graag op mijn computer kijken. Ik vind het altijd wel fijn om een voetbalwedstrijd op zo'n grote televisie te kijken. Klinkt misschien een beetje raar als YouTuber, want als YouTuber ben je natuurlijk gek op computers en zo. Maar ik vind het altijd nog leuk om dingen op televisie te kijken. Ik kijk bijna alles nog op de televisie. Ook dingen op YouTube kijk ik via de televisie. Maar ja, dit keer kon het dus niet. Want NOS had weer een verdomde storing. Nou ja, dus toen heb ik via de computer gekeken. Uiteindelijk heb ik even opgezocht op Twitter. Heb ik alles een beetje in de gaten gehouden wanneer het weer zou doen. Nou, toen zeiden mensen van, nou, de storing is voorbij. Ben ik weer naar de televisie gelopen. Televisie aangezet. En kon ik zo de wedstrijd kijken. Nou, de wedstrijd zelf. Ja, we hebben verloren. Spanje heeft 3 keer gescoord. Nederland 0 keer. Dus dat betekent een 3-0 overwinning voor de Spaanse vrouwen. Maar het is nog niet voorbij, hè. Want volgende week, tenminste op woensdag, is de wedstrijd Nederland-Duitsland in Heerenveen. En dan kan het Nederlands elftal nog spelen voor een plek in de Olympische Spelen. En dat zou toch wel leuk zijn, hè, dat Nederland naar de Olympische Spelen gaat. Ik bedoel, we gunnen het de Nederlanders en we hopen dat ze het gaan halen. Tenminste, ik. Weet je, zou jij wel eens naar een wedstrijd winnen van vrouwenvoetbal van het Nederlands elftal? In het stadion? Laat me even weten. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.